Hoi, ik ben Pascal en wij hebben samen als kinderfysiotherapeuten iets leuks voor jullie bedacht. Jullie zien het een beetje uit elkaar, maar dat is vanwege de afstand. Maar wat we gaan doen is dat je thuis kunt gaan doen met heel veel sokken! Jullie weten het, het is een drukke tijd. Alle moeders en vaders moeten jullie helpen met je huiswerk. Maar jullie kunnen ze ook helpen met de was. Wat gaan we doen? Sokken vouwen! En hoe? Hey, dat mag je even zelf weten. Je kan ze lekker in elkaar frotten. Dan heb je even een balletje en die hebben we straks nodig. Dus het heeft ook wel een nut. Nou, dat was één, hè, het opvouwen van je sokken. Maar wat nog een veel moeilijker is, en dat moet je ook maar eens proberen, is het oprollen van je sokken. En dan mag je geen steun van de tafel of van je buik bij gebruiken. Echt met je vingers. Rol maar op tot een mooi rolletje. En wie weet wat je daarmee kan doen. Wat we kunnen doen, is een parcoursje maken met sokken. Legs bijvoorbeeld is op 30 centimeter uit elkaar in de woonkamer. Wat je dan bijvoorbeeld kunt doen als je de sokken hebt weggelegd op 30 centimeter, zou je er bijvoorbeeld overheen kunnen springen. En wat je bijvoorbeeld ook nog zou kunnen doen, is de knieën hoog optrekken, op deze manier. Ja, wat je natuurlijk kunt doen is ook nog de sokken wat verder uit elkaar leggen, zodat je inderdaad een goede uitvalspas kunt maken. En op deze manier. En dan bijvoorbeeld met je andere been voor. Op die manier. De volgende opdracht die je kunt doen is eventueel met je schoen eerst de sok aantikken en doorstappen. Aantikken, doorstappen. Aantikken, doorstappen. Ik ga jullie nog een leuke oefening laten zien. Dat betekent dat we over de sokken heen gaan springen, maar tegelijkertijd ook twee keer gaan klappen. Ik heb nu nog een hele leuke uitdaging voor jullie. We gaan nu proberen zo ver mogelijk te springen met twee benen tegelijk. En dan leg je een sok neer op de plek waar je neer bent gekomen. En dan probeer je daarna wat verder te springen. Dan neem je natuurlijk weer een sok mee. En dan leg je weer de sok weg en probeer daarna nog een stukje verder te komen. Succes! We beginnen eerst twee sokken op de grond neer te leggen. Nadat de sokken achter elkaar liggen, ga je proberen te springen en ga je proberen dat de voeten elkaar raken in de lucht. Wat je daarna bijvoorbeeld nog kan doen, is met twee voeten aan de ene kant en ga je van links naar rechts springen. Wat daar ook nog eventueel een leuke variant op zou zijn, is het moment dat je springt, dat je, op het moment dat je landt, ook nog proberen door je knieën te zakken. De variatie is bijvoorbeeld de schaatssprong. Dus je neemt plaats op je linkerbeen aan de linkerkant en je springt naar rechts op je rechterbeen. Van links naar rechts. Als laatste hebben we nog een oefening bedacht dat je met twee sokken in de hand probeert de andere sokken die aan de andere kant van de mat liggen, probeert raak te gooien. Op deze manier. We hopen dat jullie wat ideeën op hebben gedaan om lekker thuis aan de slag te gaan met bewegen. We wensen jullie heel veel plezier. Doei doei! Veel plezier!